Pepper is vandaag overgebracht naar Alkmaar, waar hij zorgvuldig zal worden onderzocht. De pathologen hebben nog nooit zoiets gezien. Zo extreem als dit niet. Kijk, en het is heel opvallend dat de andere kant van de kat is nog helemaal gaaf. Daar zie je geen kale huid of verwondingen. Deze kant wel helemaal. En de vraag is nu, wat is hier gebeurd? Is hij overgoten met een of ander? Is hij in de fik gestoken? Dan is de grote vraag, is het bij leven gebeurd? Of is er gewoon een of andere zieke geest die een dode kat gevonden heeft in een brand gestoken? De 2-jarige Pepper logeerde al een tijdje bij een vriendin van de eigenaar, omdat hij op vakantie is. Afgelopen weekend sprong Pepper van het balkon. De volgende dag werd hij een paar straten verderop gevonden. Want ik zeg tegen die man van de ambulance, goed, zeg, heb je hem gevonden? Wanneer kan ik hem ophalen, zeg ik? Ophalen, hij zegt, hij is dood. Nou, en toen zakte ik zo door de grond, hè. BVV'er Dion Graus trekt zich het lot van Pepper enorm aan. Hij is degene die opdracht heeft gegeven om sectie te verrichten, zodat de onderste steen bovenkomt. Dat is natuurlijk doffe ellende wat daar ligt. En vandaag dat we ook, als er een dader aan te pas is komen die dit heeft veroorzaakt, dus dat het niet een ongeluk is geweest, wat dokter Van der Goot ook niet heeft uitgesloten, dan moet hij zo snel mogelijk achter slot en grendel en een levenslang verbod krijgen op de omgang en het houden van dieren.